superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een heel mooi apart stuk. Ik heb er helemaal zin in om hiermee aan de slag te gaan, dus ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Op een DIY pakket wat we vandaag gaan maken. En dit is echt een hele leuke. Wat moet je daarvoor doen? Doe even een duimpje omhoog en laat in de reactie een leuke reactie achter. Dat mag van alles zijn, iets over deze video. Maar misschien heb je ook wel een leuk idee wat ik kan maken. Dat mag je natuurlijk ook altijd delen. Zet er even een leuke reactie in. En wil je dit pakket nou zelf maken en wil je het graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. En we zenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus daar kun je daarmee aan de slag gaan. Goed, we gaan nou echt gauw beginnen. Zoals je ziet heb ik echt al een heel mooi frame. Het is een wat langer frame. En hier gaan we heel mooi aparte stukken op maken. Wat gaan we daar als eerste voor doen? Ik heb hele mooie takken. Dit is kersenbloesem. En die leg ik om de pin heen. Ik haal jullie wel eventjes iets dichterbij. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. En dit mag er echt wel een paar keer omheen. Trek hem even strak en dan leg ik eigenlijk gewoon eventjes een knoopje in, zodat het vast zit. En dan knip ik het uiteinde af. Ik kan ze altijd nog wel een beetje schuiven. Dan heb ik hier een oasebol en deze heb ik al even vol laten lopen met water. En ik ga eventjes een tapeje bevestigen op de pin om aan te geven waar de bol op blijft steunen, dan heb je iets meer grip. Ik wil het ongeveer in het midden en die wikkel ik er dan eventjes omheen. De bol op de pin. Doe dit voorzichtig en kijk even of je hem goed in het midden hebt. En dan laat je hem langzaam naar beneden zakken. Wat we dan gaan doen is de bol goed volsteken met roosjes. Begin onderaan. Soms moet je de takken even een beetje aan de kant doen. Maar daar gaan we straks mee verder. Ik steek de roosjes er wel compact in, maar ik hou er een klein beetje ruimte tussen, want ze gaan natuurlijk nog verder open. Maar je mag natuurlijk straks geen oase meer zien. En zorg dat je de bloemen natuurlijk even goed schuin aansnijdt. Dat is altijd belangrijk. Pas op wanneer je de bloemen erin drukt dat je de bol niet naar beneden drukt. Dus dat je het echt voorzichtig doet, want dan heb je natuurlijk de kans dat hij naar beneden zakt.
zoals je ziet is alles nu heel mooi compact gevuld met bloemen. En hij is heel mooi rond. Als er straks af en toe nog een beetje oase zichtbaar is, gaan we dat nog opvullen. Wat we dan gaan doen, is aan de bovenkant de takken, dus je verdeelt de takken er even weer netjes omheen. Doe het wel voorzichtig, dat je de bloemen niet afbreekt. En dan gaan we hetzelfde doen als wat we onderaan hebben gedaan, alleen aan de bovenkant. Dus we bevestigen de takken met een touwtje. De takken die loshangen gaan we straks nog even verder bevestigen. Maar we gaan nog meer rasters maken van grassen en dat soort dingen. Dus daarin gaan we even verder. Dan heb ik hele mooie berengras en die stop ik ertussen vanuit boven. Dus bovenaan prik ik de berengras. Laat ik het berengras naar beneden lopen en dan leg ik er even een knoopje om de tak heen. Dus daarmee zet je hem eigenlijk vast. Dan heb ik hier hele mooie grijze curly takken. En deze kan je, die zijn flexibel, er zit ijzerdraad in, dus dat is heel leuk. Ik heb de onderkant even losgehaald. Ik heb gewoon afgeknipt. Ik kan gewoon met een ijzertang. En nu doe ik eigenlijk hetzelfde wat ik met die andere takken ook heb gedaan. Dus ik verdeel het onderop en daar doe ik weer een wikkeling van touw omheen. Dan leg ik er gewoon weer eventjes een knoopje in. Het leuke aan dit is dat het flexibel is, dus je kan het eigenlijk overal tussen vlechten en dus dat maakt het juist heel apart. En dan kun je hem bovenaan weer bevestigen met een touwtje, maar je kan ook even kijken als je het ijzerdraadje eromheen wikkelt of hij dan blijft zitten. En als hij niet blijft zitten kun je gewoon even een extra touwtje eromheen doen. Kijk, deze blijft mooi zitten. Ik doe even het uiteinde, prik ik gewoon eventjes in de bol. En zoals je ziet krijgen we nu een heel apart stuk. Ik maak gewoon weer een wikkeling. Extra berengras toe. Dit doe ik door in het midden elke keer het gras te steken op verschillende plekken tussen de roosjes. En dit kan je nou gewoon ook tussen de curly takjes vlechten. Dus je vlecht het eigenlijk mee met de rest en zo creëer je nog meer diepte. Kijk hoe mooi die wordt. En om er nog een beetje voorjaar aan toe te voegen, gaan we wat kwarto-eitjes tussen de roosjes doen. Dit kan je met een heel klein beetje lijm doen. Let op dat je het lijm niet vastplakt aan de roosjes, dus je hem echt tussen stopt. Wat ook leuk is, is om her en der op het frame een kwarto-eitje te bevestigen. Maar ik vind het wel mooi om het echt in het hart te houden, maar daarin kun je natuurlijk zelf spelen. Mocht je nu nog een gaatje hebben tussen de roosjes, dan kun je dat natuurlijk nu mooi opvullen met de eitjes. En om het
grijze van de Curly Moss nog even terug te laten komen in de bol, ga ik een klein beetje Silantia tussen de roosjes stoppen. Dit kan je gewoon heel voorzichtig ertussen doen, hoef je voor de rest eigenlijk niet vast te zetten. En echt wel minimaal hoor, dus kleine plukjes ertussen, geen hele grote. Maar dat alleen een beetje voor de kleurstelling en misschien de laatste gaatjes, dat je hem op die manier nog kunt opvullen. Jongens, wat een plaatje is dat, hè? En om dan helemaal netjes af te maken, gaan we even kijken of er onderaan takken zitten die er slordig omheen zitten of die net wat langer zijn. Die knippen we even gelijk af en dan maken we even een goede wikkeling nog om de takken om het echt optimaal en helemaal netjes af te werken. Aparte bolle stuk af. Ik vind hem echt prachtig. De kleurcombinatie, maar ook het aparte van het luchtige van de takken. Maar wel het mooie compacte van de roze vind ik echt prachtig. Ja, dit is wel mijn ding moet ik zeggen. Goed, jij kan het pakket dus winnen door een leuke reactie achter te laten en een duimpje omhoog te doen. Dan doe je al mee. En wil je het pakket nou zelf bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. En dan hoop ik dat jullie het weer een leuke video vonden. Heb je wat leuks gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Dat kan zijn met een DIY pakket, maar je kan ook zelf je eigen draai eraan hebben gegeven. Deel dat dan op Instagram of Facebook. Tag mij erin en dan maak je elke maand ook nog eens kans op een leuke prijs. Dus alleen maar leuke prijzen. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis. Wil je geen melding missen? Zet dan eventjes een belletje aan. En dan zien we de volgende keer weer.